Wat is de invloed van elektrostimulatie op de mate van spasticiteit die iemand kan hebben? Dit kan zowel positief als negatief werken. In de meeste gevallen werkt het positief doordat mensen minder vaak spasmen zullen ervaren, omdat de spieren al gewoon gestimuleerd worden en minder vatbaar zijn voor externe prikkels en dus minder snel in een spasme zullen schieten. Wat er wel kan gebeuren is omdat de spieren beter getraind worden, dat op het moment dat er een spasme plaatsvindt, dat die iets krachtiger is dan dat ze gewend zijn. En dat is puur doordat een spier sterker is. Dus de hoeveelheid van de spier die aanspant blijft hetzelfde, maar de spier is krachtiger en dus de spasme is dus ook krachtiger. I only have spasms when I'm taken from my wheelchair and put in bed in the evening, and that lasts about 30 seconds or a minute. But there's no pain involved with the electrostimulation. I haven't had any effect on spasms. I don't get those from the electrostimulation. Do I get any problems like spasticity through electrostimulation? Maybe a couple of times with regards to increased spasm, but really towards the end of my stimulation, but yeah, throughout that I've learned to control it and has become less throughout the time as well. Er kan ook elektrostimulatie toegediend worden als je een baclofenpomp hebt. Wat we mee weten is dat het gewoon daar geen invloed op heeft. En in overleg met de leverancier en de artsen hebben we besloten dat we niet direct over de pomp gaan stimuleren. Maar daar rondomheen is eigenlijk geen probleem.